We hebben hier ook een lampje en dat gaat eigenlijk met de hand. Elke ochtend als ik wakker word, dan loop ik hier als eerste naartoe en dan klik ik erop en dan zeg ik goedemorgen Max. En dat is gewoon elke dag een terugkomend dingetje. Bij een woningbrand in Muiden zijn vanmorgen 3 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde rond 9:15 in de Hellingstraat, een krappe straat in het centrum van de oude vesting. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Op dat moment was ik gewoon echt in een totale shock. Ik dacht van, er is nu brand. Toen ik ook thuis kwam, was ik ook tegen mijn moeder van, ja, het is helemaal niet zo erg. Want ik gewoon niet besefte hoe erg het was. En wij staan net bij de trap en toen kwamen 1 en 2 alweer terug van de trap. Die gaven de melding via de portofoon dat ze slachtoffer hadden. Ja, en dan zie je dat het een kind is. En dat is heftig. Dat is heftig. Ik denk dat na die dag bij ons gewoon... Er is bij ons allemaal wat afgestorven. Het is niet alleen Maxine. Op 27 december 2019 overlijdt Maxime van der Ster, een 14-jarig meisje uit Muiden. 3 dagen eerder, op de dag voor kerst, ligt ze te slapen in haar bed als er brand uitbreekt in huis. Haar oudere broer Luca en zijn vriendin weten op tijd het huis te ontvluchten. Maxime niet. Ze had helemaal geen haar als baby, jong. Dat is hartstikke koud. Ja. Ja, ontzettend stoer. Lief meisje, een doorzettertje vooral. Ze had het niet altijd makkelijk, maar ook ontzettend lomp. Ze was eigenlijk voor de duivel niet bang. Zij stond gewoon echt midden in het leven. Veel levensvreugde, veel tegenslag gehad met gezondheid, oorproblemen, gehoorproblemen. Maar zo vol met leven en hongerig naar nieuwe avonturen. Avontuurlijk meisje. Ik kon af en toe ook aan dingen beginnen waarvan ik denk, waarom zou je dat in godsnaam doen? Die vielen uit bomen zonder iets te breken. Ik snap gewoon niet hoe zij nooit iets heeft gebroken. Ik snap het gewoon niet. De hamster in bad. De hamster, oh, heet die nou? Sok, toch? Ja, Sok en Simba. Ja. Ik denk dat als ik het aan een vreemd persoon moet gaan uitleggen hoe Max was, dus dat als je er tegen zou komen, dan zou je echt even 2 keer moeten kijken. Zo van, wauw, wat komt er even iemand binnen en voorbij dwarrelen? Altijd met een geintje bezig en ook wel verlegen. Maar, en natuurlijk ook iemand die ik leuk vond. Ja, een soort vogeltje bijna wel. Dus ze komt gewoon langs vliegen en dan is ze weer weg. En het is altijd blij en energiekelijk. En ze hield van andere mensen. Ze wilde altijd alles voor andere mensen doen. Vrijwel weinig voor zichzelf. Maar dat is eigenlijk, een vogeltje is misschien wel een van de beste manieren voor mij om haar te beschrijven. Zal ik maar beginnen met het eerste gedeelte en ja, naar het volgende gedeelte? Ja, ik vind het prima. Ja, het is een... Een dag waar alles is veranderd. Het is een omslagdag. Maxime had een slaapfeestje gehad in Muidenberg met vriendjes en vriendinnetjes. En die appte mij 's ochtends en zei van, mam, ik ben al wakker, mag ik naar huis komen? Want ik ben eigenlijk best wel moe. Ik vond dat te vroeg. Dus ik zei, nou, kan je nog even een uurtje wachten? Dan kan ik je volgen op de app. Het is nog donker. En ik heb haar hier opgewacht en ze is aankomen fietsen. Maar ze had natuurlijk helemaal niet geslapen. En ze dook de bed in. Terwijl Maxime op het slaapfeestje was, logeerde haar vriendin Noor juist bij de ouders van Maxime. Dat gebeurde vaker omdat de moeder van Noor stewardess is en dus vaak weg is voor haar werk. Noor en ik moesten nog keihard lachen, want ze zei, ja, ik ga eerst wel even Netflix kijken. En daarna ga ik slapen. En Noor en ik kwamen op haar kamer en ze lag al binnen een minuut lag ze gewoon lag ze te slapen. Ze was kapot, ze had helemaal niet geslapen dus, van het slaapfeestje. Dus die was gewoon gaan liggen. Op een gegeven moment ben ik 1 keer bij haar gaan checken. Lights out. En toen, dat was de laatste keer.
Ik was al eerder vertrokken naar Haarlem, naar kantoor toe. Dus ik heb haar nog wel 's ochtends zien binnenkomen. Ja. Dus ik even een ochtendje naar kantoor. Het was kerst, 24 december. We hadden 's avonds een kerstavondviering met de cadeautjes onder de kerstboom. Manu ging met Noor en de hond even naar kantoor ook, om even wat boodschapjes en dingetjes te regelen. En Luca lag met zijn toenmalige vriendinnetje boven in zijn kamer te slapen. En zo zijn wij rond 8:30 zijn we het huis uitgegaan. Ja. En ik denk dat ik om 9:00 telefoon kreeg dat er brand was. Een goede vriendin van Maxime, Sophie, was op hetzelfde slaapfeestje als Maxime. Zij wil die ochtend een kettinkje en een oplader langsbrengen die Maxime op het feestje had laten liggen. Maar eenmaal in haar straat ziet ze rook uit Maxime's huis komen. Het regende sowieso best wel hard, dus ik ging met mijn telefoon 112 bellen. Maar die deed het niet door de regen en dan was ik bijna leeg, weet ik nog. Sophie rent naar de dichtstbijzijnde winkel om daar hulp in te schakelen. Op dat moment, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Op dat moment was ik gewoon echt in een totale shock. Het was ook, op dat moment was het ook echt niet dat ik dacht van, er is nu brand. Toen ik ook thuis kwam, was ik ook tegen moeder van, ja, het is helemaal niet zo erg. Want ik gewoon niet besefte hoe erg het was. Maar al snel besefte ik van, ja, er is gewoon brand bij haar. En het is waarschijnlijk, gaat ze overlijden. En toen was het echt zo'n besef van, dit is gewoon een foute boel. Ondertussen rijdt de moeder van Maxime weer richting Muiden, niet wetend hoe ernstig de situatie is. Nou, wij kwamen Muiden binnenrijden, mijn broer en ik. En toen was het hele dorp afgesloten. En toen zag ik eigenlijk alleen maar ambulances en brandweer. En en toen raakten we in paniek. En werd ik naar allemaal zieke auto's gebracht waar ik maar kinderen vond. Vijf voor negen kregen wij een melding via de pager. Melding brandgerucht in de Hellingstraat, waar ik zelf ook woonde. En ik stapte daar de deur uit en ik zag eigenlijk rechts van mij al dat het goed mis was. Ja, vanaf het moment dat je binnenkomt is alles zwart. Je loopt echt op de tast en je probeert hitte te herkennen en te traceren waar het is. Voor de brandweer is niet direct duidelijk of er nog mensen in het huis zijn. Ze beginnen zo snel mogelijk met het doorzoeken van de woning. Wij hebben de benedenverdieping veilig gesteld. Hun zijn door naar boven gegaan. Op het moment hoor je hun zoeken. Je hoort ze bezig. Eigenlijk wil je mee naar boven, maar je weet dat dat niet handig is. En boven zijn we gaan verkennen. Uiteindelijk, na een tijdje, zijn we Maxime tegengekomen. Vond ik haar in de slaapkamer. In dit geval moest er gereanimeerd worden buiten. Ja, en dan zie je dat het een kind is. En dat is heftig. Dat is heftig. Weet je, ze moest volwassenen worden, kinderen. En dat gaat niet meer. Weet je? Ja, dat is wel een dingetje hoor. Dat raak je nog steeds hier. Oh, zeker. Het is niet leuk. Nee. En je hebt zelf ook kinderen, dus kan je misschien voorstellen dat iemand anders dat. Het is lastig. Het is lastig. Maxime wordt, net als haar broer Luca en zijn vriendin, met spoed naar het AMC gebracht. Daar rijdt vader Menno ook zo snel mogelijk naartoe. De kinderen worden opgevangen in verschillende traumakamers. Dan kom je erachter dat het echt wel serieus mis was met Max. Luca en zijn toenmalige vriendinnen die zijn redelijk snel ontslagen uit het ziekenhuis. Na een paar uur zuurstoftoediening werd dat bloed weer schoon van de koolmonoxide. Maar met Max was het dus foute boel. Een hart wat instabiel was, longen die ernstig vervuild waren door roet en rook. 4 dagen lang knokt Maxime voor haar leven, omringd door haar familie en vrienden. En eigenlijk de laatste nacht, toen zaten we weer samen. En ik weet niet, ik werd wakker en ik voelde me opeens heel kalm. En toen heb ik tegen Max gezegd, weet je, als het gewoon niet gaat en het kan niet, dan is het ook niet weg, dan is het ook niet erg om te gaan, weet je. Dat is ook liefde. Het moet wel haalbaar zijn. En eigenlijk,
een uur later, ja, toen gingen de alarmbellen af en toen moest ik iedereen bellen om naar het ziekenhuis te komen, omdat dat, ja, achteruit ging, ja. Ze gingen echt achteruit. En toen werd wel vrij snel duidelijk dat het gewoon niet meer goed zou komen. In de dagen na het overlijden van Maxime wordt duidelijk hoezeer zij gemist wordt in Muiden. Nou, ik was zelf eigenlijk op vakantie. Ik was precies die ochtend weg. Dus ik weet in ieder geval dat ik toen ik weg was, was het allemaal zo stil. En hoe ik terugkwam was nog veel stiller dan dat ooit in Muiden is geweest. En dat was precies ook op oud en nieuw. En ik, eigenlijk sindsdien is het op oud en nieuw nog nooit, zeg maar, ja, zo stil als sinds het gebeurd is. Na de beelden van de bloemen voor haar deur toen het allemaal was gebeurd. Dat is wel ontzettend mooi dat je dat zo kan hebben. Ja, ook met de begrafenis, dat hele plein om de kerken heen ook nog vol stond. Heel Muiden was er mee bezig. Heel Muiden stond erbij stil. Iedereen was in bluspak. En hebben we hiernaast op de weg hebben met z'n allen gestaan in twee rijen. En is de stoeter tussendoor gereden. Heftig, maar heel mooi. Ja. Dan heb ik hier eigenlijk allemaal herdenkingssteentjes. Dat heb ik van mijn vriendinnen gekregen. En eigenlijk als wij als gezin op vakantie gaan of een mooie herinnering hebben, dat we zo'n steentje meenemen en dan op een bijzondere plek achterlaten. Als in gedachte dat ze dan gewoon met ons mee is. En we hebben van elke plek waar we dat steentje neerleggen, maken we een foto van dat steentje. Hebben we dan datum en een locatie erbij. Dus, nou, het plan is dat we dan op enig moment zoveel plekjes hebben waar Max is. Dat we weer kunnen uitbrengen in een fotoboekje bijvoorbeeld. Hè, dat we daar maar de vriendinnen hebben ook allemaal van ons meegekregen. Ook, ja. Ook hartjes meegekregen. Dus die zijn op vakantie naar Bali geweest. En nou, dus dan ligt ze ergens in Bali ook foto's van gemaakt. En dan op allerlei. Serfhaus. Dus het is iets wat. Dus op die manier wordt ze meegenomen. En blijft ze deel uitmaken van. In ieder geval van nieuwe herinneringen die we aan het maken zijn. Ik vind altijd dat ik nog het gevoel heb dat ze er eigenlijk gewoon nog is. Ik weet natuurlijk dat het niet zo is, maar zeg maar haar aanwezigheid voel ik wel gewoon nog. Max die was echt zo'n persoon dat je echt voluit kan lachen en om echt de domste dingen ooit. En het was zo leuk altijd. Een heel lief meisje met een hart van goud. Ja, altijd lachen. Niks was raar voor haar. Ze deed alles. Leef, want dat verdien je en dat kun je en het is mooi. En dat is denk ik wat zij vooral tegen ons had willen zeggen en wat ze voor ons had gewild. Giechelend meisje. Die altijd, ja, altijd licht brengt als een ster. Parts of me were made by you and planets keep the distance too. The moon's got a grip on the sea. You're gone.